Dit nieuwe coronavirus was voor iedereen een verrassing, dus we leren elke dag nog bij. Maar voor het grootste deel is dit virus gewoon een enorm klote virus. Communicatie is bij een crisis altijd heel belangrijk. En je onderschat dat altijd, de nood aan communicatie. Je hebt natuurlijk geen macht, hè. Maar je moet wel proberen van mensen te overtuigen van dingen te doen. En dingen te doen die vaak niet leuk zijn. En dat vergt heel wat energie. En dat is niet noodzakelijk het werkje waar de politici nu voor staan te springen. Als de curve omhoog gaat en het dus slechter gaat, dan zie je vooral virologen. Als de curve naar beneden gaat, miraculeus, dan komen de politici altijd terug. Hallo. Wel, ons laboratorium is het referentielaboratorium voor coronavirus. Dat waren we al een heel aantal jaren. Dus we waren ook heel snel, een paar dagen nadat de sequentie van het virus gekend was, waren we er al met een test om het op te sporen. In het begin waren dat testen die in de neus moesten, dan in de keel. Nu kunnen we met speekseltesten, dat wordt binnenkort ook in de praktijk gebruikt, kunnen we dat virus opsporen. En dan ook de antilichaamtesten in het bloed, om dus de antilichamen, eigenlijk de weerstand tegen dat virus, te kunnen opsporen. Ik denk dat elke docent virologie nu gewoon zin heeft om gewoon virologie les te geven aan de echte studenten. Dat is wat we horen te doen. Wel, ondertussen dan is er 6 maanden virologie les gegeven op tv. En we zitten nu in ons land met meer dan 11 miljoen virologen. Dat is niet altijd makkelijk, hoor. Het is eigenlijk bevreemdend, hè, hoeveel examenvragen er eigenlijk nu gekend zijn door iedereen. Dat basisreproductie, dat lat-R-getal, dat was vroeger een examenvraag. En nu zit iedereen daarmee te goochelen alsof het niks is. Dus dat is een beetje bevreemdend.